woensdagochtend. Kinderkoor zo hier, we staan op burgemeester Komansplein. De avond na de feesttent met Wolter Kroes. Gaat hartstikke lekker, heel fris. Ik ben benieuwd of ik zo meteen mijn bijna eigen opgestoken buggy kan traceren. En natuurlijk fietsje 337 die we al de hele tijd volgen, die moeten we ook zien te vinden. Gezellig druk, er is hier net gezongen. Allerlei oud-Hollandse liedjes en Wilhelmus. Het zonnetje breekt door, dus volgens mij wordt dit ook deze woensdag een heerlijke dag in die Rijnsburgse feestweek. En ze komen eraan. Dankjewel! Het ziet jouw fiets er mooi uit. Ja. Wat vind je er zelf van? Mooi. Ja. Hoe lang ga je dit nou bewaren? Weet ik niet. Gewoon de hele week? Nee. Dat niet? Gaat het straks weer eraf? Ja. Oké. Okay. Nou, volgens mij moet je doorfietsen, of niet? Ja. Nou, lekker fietsen. Ja. Die rode buggy, die moet ik ook nog zien te ontdekken. Dus even kijken. Ik ga eerst eens even vragen. Je ziet er geweldig uit. Je bent een clown. Ja. Volgens mij, die pruik, daar was wat mee. Die had je gekregen. Ja. Gewoon gratis en voor niks. Ja. Dat is toch geweldig, hè? Wat heb je allemaal voor bloemen op je fiets? Weet je dat? Nee. Ik ook niet. Volgens mij is dit een roos. Ja. Maar voor de rest weet jij ook niet. Ja, volgens mij is dit een kangeroepoot. Oh ja. Ja, heb ik gisteren gehoord. Dat heb je helemaal gelijk, ja. Hé, maar toen je je fiets zag, wat dacht je toen? Wow. Mooi, hè? Pas gezellig bij mijn fiets. Lijkt het jou nou ook leuk om te doen later? Ja. Want ze zoeken altijd mensen die fietsen zo mooi maken. En nou, misschien kun je later ook wel helpen. Ja. Oké. Okay. Hey, heel veel plezier. Hoe lang moet je nog fietsen? Dat weet ik niet. Nog 15 kilometer? Nee hoor, grapje. Veel korter. Hey, lekker fietsen. Kijk, dit is grandioos. Ik bedoel, je valt meteen op. Ja. Helemaal in stijl, dit is je dochter. Ja, en dat is mijn vriend. Oké, okay, nou, oh kijk, dat is een heel duo, want hij is ook helemaal verkleed. Dat is ja, zij fietst gewoon door, ze kan maar wat. Hé, hey, maar geweldig, doe je voor het eerst mee? Nee, het is de vierde, vijfde jaar alweer. Oké, okay, en ieder jaar in thema? Ja, ieder jaar in thema. En misschien ga je wel een trend zetten dat het steeds meer... Vorig jaar waren er ook moeders bij die in de rock'n'roll tijd waren verkleed. En dat zie ik dit jaar nog niet. Dat vind ik wel jammer. Oké, okay, ja. Want het thema dit jaar is? Ja, gewoon wat feest, je wil. Hè? Ja, feest. Ja, okay. Wat dacht je toen je de fiets zag met de bloemtoeven erop? Ja, leuk. Het is ieder jaar leuk. Hartstikke ieder jaar weer mooi. Kinderen. Ja. Ja. Hoeveel kilometer is het in totaal, denk je, dit? Ik zou het nu weten, maar het is gewoon heerlijk. Het is niet zo... Het zonnetje is lekker. Ja, ik vind het heerlijk. Als okay. Je van loop houdt, wel. Volgens mij is je vriend en dochter ongeveer daar. Ja. Succes nog. Ja, hartstikke bedankt. Oh, nee, dat is hem niet. Het is wel een rode buggy, maar deze is het niet. Wat zien jullie er geweldig uit. Ja. Wie zijn jullie? Wij zijn de familie Wessel. Oké, okay, een hele familie met kinderen doet mee? Ja. Moeder, dochters, zoon en kleinkinderen. Nou, geweldig. Wie heeft een voorpret al gehad. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wie heeft dit Disney-thema bedacht? Met elkaar. Oké. Okay. Brainstormen met elkaar. En is dat ieder jaar iets van een thema wat jullie doen? Ja. Ja. Ieder jaar verzinnen we iets.
maar wel kindvriendelijk. Je moet een beetje vrolijk zijn. Ja, en als grote loop je gewoon mee natuurlijk. Uiteraard. Je moet er wat van maken. Maar je bent je ploeg kwijt nu. Ja, ik ga rennen. Je moet rennen. Oké. Okay. Ja. En ik heb ondertussen, we moeten ook rennen, ja, want ik zag mijn buggy. Oh, ik zag mijn buggy. Ik moet even naar mijn buggy. Ja, ja. Ja, ja. Hallo, we gaan even stoppen bij u. Ja, nee, ik heb namelijk geholpen met het opsteken van deze buggy. Oh, geweldig. Hoe vind je hem? Nou, ik vind hem prachtig. Ja, toch? Ja. Ja, ik weet niet meer wat voor bloemen het zijn, maar er zitten rozen en andere dingen. Lelies. Oh ja, lelies, dat zijn die grote. Dit is, Heb je zelf wat met bloemen? Nee, ja, ik kom hier vandaan, dus ja. Dan... Maar je zit niet in de bloemen of je hebt geen bijzondere dingen, oké. Nee, ik werk op het ziekenhuis. Oh, dan zie je wel bloemen, maar dat zijn mindere omstandigheden waarschijnlijk. Ja. Nee, maar ik wou hem even spotten, maar hij is goed gebleven. Nou, hij is prachtig. Dus, wat ga je ermee doen? Ja, nou, we blijven gewoon nog een beetje zo... Je komt me heel veel ook in Leiden tegen bij de draaiorgel. Nou, ik vind het mooi, ik heb het gezien. Ik ben blij dat jij er ook blij mee bent. Oké, bedankt. Volgens mij moet je rennen, want de rest is daar al. Hoi. Hoe vinden jullie de bloemen op de fiets? Ja. Oh, jij wil ze mee naar huis? Ja. Okay. Hebben jullie allemaal een pruik? Ja, maar ja. Is een stoel. Ja. Ja, zet even allemaal die pruiken voor tv. Kijk eens links van je in zijn camera. Oh. En dan doe je even allemaal je pruiken voor tv en dan gaan we allemaal even heel hard zwaaien. Ja? 1, 2, 3 en dan vraag ik, vinden jullie het leuk? En dan zeggen jullie heel hard. Oké, okay. Nog een keer. Vinden jullie het leuk? Ja! Nou, ik vind jullie ook leuk. Gaan we snel doorfietsen? Ja, we gaan weer fietsen. Oké, okay. Hoi. Rijnsburgse Feestweek 2010. Het kindercorso, het ziet er altijd weer gezellig uit. Hoe voelt u zich op zo'n dag? Heel goed. Ik heb net verteld dat ik deze zomer op vakantie in Frankrijk geweest ben. En daar was ik in een dorp waar ik 31 jaar geleden een zomer heb doorgebracht. En daar hadden ze ook een week, een feestweek. Nou, daar heb ik zulke fantastische herinneringen aan. Maar nu was ik er weer terug. Ik zeg, hoe is het met de feestweek? En ze zeiden van, ja, dat hebben we niet meer. Want ja, hebben we geen mensen meer voor om dat voor elkaar te krijgen. Ik vind het is zo waardevol dat je met een hele gemeenschap zoveel activiteiten hebt. Een gezellige sfeer, heel erg allemaal op zijn gemak. Traditionele elementen, nieuwe elementen, moet je echt koesteren. Nu is volgens mij zoiets in Rijnsburg onmogelijk. Onmogelijk voor te stellen dat dit niet meer georganiseerd wordt. Nee, maar ik denk wel dat het goed is dat mensen zich realiseren dat het echt veel inspanning vraagt van mensen. En gelukkig zijn die mensen er. En daar moet je je dus gelukkig mee prijzen. En zo'n 65-jarige Oranjevereniging, die moet je een beetje koesteren. Een tonnetje steken. Een gewild evenement in de Rijnsburgse Feestweek. U ziet aan die bak met water een ring hangen. Je kan dus voor die ringen gaan, die ring steken en kans maken op mooie prijzen. Maar de kans is veel groter dat je die bak met water over je hoofd krijgt. En reken maar, die is koud. Jong en oud doen eraan mee. Het publiek hoopt maar op één ding. Dat ze niet die ring steken, maar die bak met water over zich heen krijgen. Heel veel stellen zijn ook verkleed. Als GFT, met de zonnehoed op. Maar... het publiek vindt het prachtig. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Je kan er wel wat aan doen, het ging niet goed. Is het moeilijk? Ja. Het lijkt makkelijk als je kijkt, maar het is eigenlijk helemaal niet zo simpel. Nee. Water koud? Ja, heel koud. Hij is ook, jullie zijn allebei een beetje nat geworden gelukkig. Ja, nou, als hij voor de ring ging, wou ik hem alsnog nat gooien. Dus... kom maar.
eens even bij. Hartstikke nat door jouw vader. Ja. Ja. Nou zei u in het begin, ik ga voor de ringen, is die gelukt? Nee, is niet gelukt. Hoe komt dat dan? Nou ja, ik ging tot het laatste moment voor de ringen. Nou ja, de ring die hing toch net iets te laag, denk ik. Ik kon er net niet bij, dus ik stak iets te hoog. Is het moeilijker als gedacht? Nou, het is vooral kouder dan gedacht. Het is echt wel uit je hoofdleiding komt dat water. Dus ja, dat is echt zo. Nou, ben je nou een beetje boos op je vader? Nou, nee. Niet echt? Nee. Ga je nog een keer, zodat jij hem weer nog eens een keer goed nat kan maken? Nou, volgend jaar misschien. Oh. Eerst even opdrogen. Ja. Dag meneer, u staat aandachtig te kijken, maar waarom doe je nou niet zelf mee? Ik was te laat met inschrijven. Dat is niet waar, ik kan het voor u regelen. Dat hoeft niet. Ja, ik kan het helemaal voor u regelen. Nee hoor, dank u wel, dat hoeft niet. Waarom dan niet? Ik heb geen medestander. Ja, maar. Ga mee dan? Ga mee dan? Oké, even maar. Regelt maar. Ja hoor. Ga ik voor u regelen. Ik heb een meneer die langs het publiek staat en die heb ik overgehaald om mee te doen. Een vrije aardigheid. Mag hij meedoen? Als hij nu komt, dan ga ik hem nu halen. En neemt hij iemand mee? Ook dat. Nou, laat twee maar komen dan. Laat maar komen dan. Kijk, dat is toch zo geregeld? Wil je nu gaan? Ja. Nu gaan. Ja. Op met die telefoon. Brillen. Wagen. Nou, ga je gaan voor het baas, hè? Nou, hoe was dat nou? Ja, geweldig, frisjes. Ja, vind ik als langs de kant staan. Ja, ja. Ja, je doet normaal niet mee. Nou, de uitdaging, hè. Kijk, nou. Doen het. En de buurman? Ja, not. De eerste keer was het een beetje minder, maar nu? Nou, veel mee. Was het nou leuk om mee te doen? Ja, ja, was wel grappig, was wel grappig. Dus volgend jaar hoef ik je niet meer over te halen, kom je spontaan. Nou, moet ik er even over nadenken. Is het koud? Het water is heel erg fris, ja. Heel erg. Je hebt gelukkig een zonnetje, dus je kan opdromen. Ja, daarom wacht ik een droom gezellig. Dus, Hey Bas, ik ga je lekker insmeren. Ja, is goed hoor. Maar we gaan ervoor, hè? Ja, ja, ja. Kijk, ik wil dat jij de bak in gaat. Lekker hoor. Nou, dat gaat niet echt soepeltjes hoor. Wat is dat dan? Hè? Ja, lekker hè. Wat een beetje met water. Ik zie dat jij erbij bent, ja. Ja, geweldig. Duidelijk. Dit is mijn favoriet onderdeel. Dat is een beetje traditie geworden dat jij doet, hè? Geweldig. Daar ben ik 2 jaar geleden mee begonnen en ze staan voor me. Het gaat wel lekker. Ja, ze kan nog goed hoor. Hey, ze staan in de rij, hè? Speciaal voor jou omgespeeld. Deze keer voor jou. Voor mij, want? Voor jou. Want? Ja, kijk, een vrouw in spieren, oh, dat kennen ze. Hallo, loop je helemaal weg? Ben je helemaal gek? Nee, ja, hartstikke leuk. Nee, moet ik wel doorgaan? Jij houdt van mijn werk. Ja, maar wat? Ja, hallo. Wat nou, wat wil je zeggen? Ga jij smeren vandaag? Ik ga smeren vandaag. Ja, ga je smeren? Ik ben thuis bij bed geoefend dat het zo goed gaat. Ja. Zo lekker, hè? Eén dame. Heerlijk. Dus jij mag nu smeren. De hele emmer is voor jou. En Wedde, als je goed smeert, dan gaan ze zo die bak in. Ja, ja. Ontzettend leuk dat jullie hier staan. Ja. Leuk, hè? Jullie staan in de aanloop. Oh, we staan in de aanloop ook nog. Gaat weg. Je moet ook nog wat doorsmeren ook. Ja, en die heb ik ingesmeerd. Kijk. Hey. Oké. Okay. Kijk. Hij gaat bijna de bak in. Dus? Ik moet smeren? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, is er nog een tactiek? Nee, gewoon. Alles gewoon smeren. Op gevoel. Ja, ja. Leon, doe je best. Ja, maar dit is wat? Doe je best. Ja, we moeten opzij. Dit wordt nu al een fiasco, deze buikschuiven-editie volgens mij. En ze is echt weg. Groene zeep. Dat is toch ongelofelijk? Ah, ja, ik ga...
badjas uit. Ja, ik ga jou uitsmeren, insmeren. Kom op, kom op. Iedereen zit er gauw uit. Gelijk lekker. Waarom ik? Heel mooi. Ja, ik ben in één keer assistent smeerder geworden. Zijkanten, maar heel stabiel. En, moet dat veel zijn of niet? Heel veel. Maar ja, nee, helaas. Nee, gaat niet lukken hoor. 44 meter is voor de eerste keer. Als ik niet glij. Ja, je mag dat nog een keer. Oh, wacht, jullie kunnen even met z'n tweeën blablabla. We gaan naar Kees Viaden, die is 25, Kees. Nee, ja, lekker. Het glijdt goed hoor hier. Dat waterbelet van je. Ja, al die mensen worden hier dan stinkt, man. Jongen, jongen, ja, met je waterbelet. Volgens mij zit ze ook helemaal niet op mij te wachten. Ja, maar ik ben aan smeren. Oh, wacht, er gaat weer iemand. Je moet weer volgen natuurlijk. Oh, die is helemaal gekleed. Wat heb je al? Je compleet trainingspak aan voor mij. Lekker. Duimpak! Is er nog een bepaalde tactiek met smeren? Ja, dat ga je wel. Echt. Mag erop. Alles. Ik vind het, nou ga je... In een duimpak, hup! Zo. Zoek thuis. En het gaat maar door. En dan blijft het doorgaan, maar door. En dat gaat in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, die gaat net niet in de bak. Ja, nee. Ik heb er al een zooitje gesmeerd, maar ik heb nog een portie. Gewoon in die emmer doen. Dat komt terug. En dan gaan we kijken of ze de bak belanden. Oké. Ja. Hoeveel is het? 48 meter. Aan mijn buik, denk ik. Ja, nou, inderdaad, maar een bak met glucose aan, hè? Ja, ik train een heel jaar door, maar... Het wordt er misschien helemaal nooit. Nee. Oh, wat balen. Ga niet om meedoen, ga niet om winnen, ga om meedoen, hè. Kijk, dat hoor ik dan graag. Volgens mij had die baan nog 10 meter langer kunnen zijn. Ja, joh, makkelijk, man. Hey, veel te makkelijk. Je ging wel een paar keer tegen die zijkanten. Ja, maar hij staat een beetje scheef, joh. Oh, gaan we nakijken. Ik ga een klacht indienen, denk ik, want dat kan gewoon niet. Maar moet je doen. Hey Bassie, wat is dat nou? Ja, en dan wordt echt hier en dan lukt het niet. Ligt het aan mijn insmeertechniek, Tam? Ja, misschien wel moet je nog een keer doen. Ja, mag je nog een keer? Ik weet het niet. Ik zie het wel. En net ging je de buik in of niet? Jawel. Ja. Nu niet. Nu niet. Hoeveel meter heb je nu geschoven? Heel 48. Hè? Ja, wat balen. Balen, hè? Probeer het nog een keer misschien. Oké, nou, zal ik je aanmoedigen? Ja, oké. Doei. Zo hoort hij, hè? Ja, zo hoort hij. Ja, zonder pak is in mijn kut. Met pak is in mijn kut. Met pak? Ja, met pak dan. Met pak. Net, dat hele ding? Ja, dat is niks, joh. Dat glijdt toch niet lekker? Nou ja, dat rubber, joh. Dat, Je zou zeggen, het gaat extra snel, maar... Gaat het niet worden. Dankjewel. Succes straks. Hey, Christian. Ja, je bent een oude rot in het vak, hè? Ja, een beetje wel, hè? Ja, hoeveel eens een keer doe je nou mee? Vierde, vijfde keer of zo. Ja. En iedere keer in die bak? Sinds 2 jaar geleden. Ja. Eén keer, maar ik vind het hartstikke leuk. Ja. Had je nou ook gevraagd, want je had een hele bepaalde gekke houding. Ja, je moet zo min mogelijk raakvlak hebben, dus op je schouders en op je tenen. Ik ben rood nu hier. Ja, ik heb niet zo'n bak. En je bloed.
Echt? Ah ja. Ik heb niet zo'n buik, joh, dus ik moet op mijn schouders zitten. Oké, het viel me op. Het is een oude rottend vak, Leon, deze. Ja. Echt een oude rottend vak, ja. Geweldig. Nou ja, zometeen nog een keer. Had je vorig jaar gewonnen? Nee, vierde. Dan moet hij nu voor de beker. Vind ik wel, wij gaan ervoor. We gaan ons best doen. Oké. Okay. Ja. Ja. Het viel me zo op, hij had zo'n rare houding. Ja. Hij ook. Kees. Zo. Kees. Of Henk. Ja, Kees. Hey Henk. Ook een oude rot in het vak, hè? Dat bedoel dus voor jou en een thuiswedstrijd, maar vorig jaar was je... Eerste. Dus je moet je titel verdedigen. Ja, ik doe mijn best, ik moet mijn titel verdedigen, ja. Wat is nou jouw techniek? Op mijn knieën en mijn schouders. Maar nou... Zorgen dat mijn zwembroek de baan niet raakt. Maar je kan hier niet voor oefenen. Nou, dat klopt. Dus hopen dat het goed gaat. Maar doe je vaker mee in Duinenbollenstreek? Nee hoor, alleen Rijnsburg. Rijnsburg is de enige waar ik aan meedoe. Hey, nippertje. Ja, nippertje. Dat is echt, hoe lang was de aanloop nu? Dat weet ik niet. Maakt niet uit. Hij wordt steeds korter, toch? Wordt de aanloop, dat is me net verteld. Maar zometeen weer. Ja, ik heb hem nou door, dus ik ga hem gewoon zo weer halen. Het is even ontdekken hoe die glijdt en hoe die werkt. En ja, dan, ik had hem nog niet helemaal door. Ik had hem nooit gedaan. Dus, Oh, eerste keer. Dan is hij niet slecht. Succes zometeen. Ja, super. Dank je. En de titelverdediger Henk? Ja, die is iedere keer de bak ingegaan. Ja. Dus nou hoop ik, als hij nu de bak ingaat, is hij volgens mij heeft gewonnen. Ja, want zijn tegenstander heeft het net niet gehaald. Net niet. En nu is het Henk dus. Ja, dus erop of erom, ja. Zou ik maar zeggen. Ja, erop of erin. Ja, erop of erin. Oh nee, erin. Ja, dan komt hij. Maar, gaat niet goed. Als hij het nou ook niet haalt. Ja, hij gaat erin. Ja, nou. Ja. Het was het dan. Hij was leuk. Was hartstikke het weer, leuk. Het weer was lekker, want vanmiddag was het wat een bagger. Maar hartstikke leuk. Dit was de donderdag. Ja, nog 2 dagen te gaan. Vrijdag, morgen. Ik heb weer een feestje morgen. Jij hebt weer een feestje? Ja, want Oranjevereniging bestaat 65 jaar. Ja. En iedereen die 65 jaar wordt, die wordt morgen getrakteerd op koffie met gebak. Jij hebt een feestje, ja. En dus ik ga bakken en ik ga koffie drinken. Ja, zijn die OV'ers weer. Ja, zijn de vrienden van de OV. Ja, de vrienden, mijn vrienden. Dus, ja, precies. Kom je morgenavond nog? Ik had zeker wel wat uit het boekje gepakt wat ik wilde zien. Ja, ja. Absoluut. Ja. Dit is misschien ook een leuk evenement voor volgend jaar. Ja, hekdouwen. Ja, precies. Maar als ik nou de beddenrace... Ik denk dat ik bij de beddenrace ben. Oh, ik wou dat andere doen wat erna kwam. De stoelendans. Oh, is ook leuk. Ja? Zie ik jou daar? Want eerst beddenrace dan stoelendans, ja. Neem ik het gewoon van jou over. Oh, super. Leuk. Nou, hey, tot morgen. Zie ik je morgen. Oké, doei. Is er nog ergens een tent open voor feest? Tent te zat. Ik zoek een tent. Ja, oké, doeg. Dillion. Hij wil een tent. De Oranjevereniging Rijnsburg bestaat dit jaar 65 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nou, dat doen ze dus vandaag in die feestweek. En ze hebben de Rijnsburgers opgeroepen van bak een taart, een cake of lekkere koekjes. En dan gaan we met elkaar koffie drinken. Tuurlijk heb ik ook wat gebakken. En ik ga me inschrijven, want wie weet win ik wel een prijs. Nou, daar doe ik het natuurlijk niet voor. Het is voor het goede doel. Goedemorgen, William. Goedemorgen. Kijk, ik heb ook wat gebakken. Heb je wat gebakken? Zijn er al veel mensen binnen met gebak? Zijn er heel open. Er zijn echt wel heel veel geweest. Dus kom van goede huizen. Ik ben zeer benieuwd. Dus... Ja, smaak is goed hoor. Ja, smaak... Zal ik het even laten zien? Je mag me inschrijven. Kijk. Ik jou inschrijven. Oh, net op de kop. Kijk. Ik heb een lekker boterkoekje. Oh, nou. Lekker hè? Ziet er goed uit. Ja. Nee, ik doe. Het hoeft niet. Ik zet hem gewoon lekker neer. Durf je niet meer? Je wil je naam er niet meer aan koppelen. Ja, nou, ik gun die prijs aan de ander. Oké, okay. Ja, dat is goed hoor. Nou, we gaan eens even binnenkijken wat er allemaal staat. Even kijken. Maar er zijn natuurlijk mij die maat. Kom jij ook nog? Ja, ik heb ook wat gebakken. Kijk, ik leg hem hier lekker neer. Kijk. Nou, om op te eten. Ja toch? Ik hou van zo'n baan.
bent van de jury. Ja, dat klopt. Waar let u nou op? Op de originaliteit en op de smaak en hoe het in zijn algeheel eruit ziet. Betekent dat dat u van alle taarten en baksels iets gaat proeven? Dat is wel de bedoeling. Maar hoe kun je nou na 5 taarten nog zeggen dat is lekker? Ja, we nemen af en toe een slokje water tussendoor. Dus dat, met de smaak komt het wel goed. Ik vind mijn boterham wel het lekkerste. Ja, hij is erg goed. Ja, ja. Echt roomboter, ja. Kan je het proeven? Echter. Nou ja, eigenlijk smaakt wel erg goed, want het vetlaagje, dat is zeg maar de laag eromheen, dat is gewoon een beetje hard, maar de vulling is weer wat zachter, zeg maar. En dat maakt hem, zeg maar, de buitenkant is wat krokanter, maar de vulling is wat zachter. Dat zie je ook heel duidelijk als je hier binnen kijkt, dan zie je een witte laag, zeg maar. Dat is dus zeg maar de korstlaag, die is lekker hard en de vulling is lekker zacht. En dat is echt, ja. Nou, heb ik altijd, kijk, nou is het gelukkig gelukt. Vaak wordt hij verbrand, dat weer, dat eierdooi. Want ik heb er ei over gesmeerd. Ja. Ja, maar het is, nee, dat doet niet toe aan, dus, aan de smaak. Wat voor cijfer geef je mijn boterkoekje? Nou, ik moet wel eerlijk zijn, qua uitstraling is het niet veel bijzonders. Dus, dankjewel. Ja, helaas, dus dat moet ik gewoon houden op een 6. Maar de smaak? De smaak? Die gaan wel door naar een 7,5. Kijk. Dat is wel een keurige boterkoek. Nou. Heerlijk. Maar hij is eetbaar voor vandaag, toch? Hij is eetbaar voor vandaag. We nemen hem mee naar buiten met een bakje erbij. Heerlijk. Goedemorgen. 65 jaar. Ja. Zeker. Maar wanneer heeft dat plaatsgevonden? Wanneer was u? Mei. Je was in mei, ja. 13 mei. Dus ja, je hoeft er niks voor te doen. Je wordt het vanzelf. Ja. Leuk om dat we mogen nog een keer een beetje over te vieren. Ja, best weinig. Dat we allemaal uitgenodigd zijn, is heel leuk. Die smaakt. Ja, hij is verrukkelijk. Hij is echt heerlijk. Wie hem gemaakt heeft, weet ik niet. Maar hij smaakt fantastisch. Ja, u krijgt zoiets aangeboden, maar je weet natuurlijk nooit wat erin zit. Nee, maar het smaakt verrukkelijk. Ik denk dat het iets van monsieur is met kersen of zo. Maar het is verrukkelijk, heerlijk. En dan, ik ben nog geen 65, dus ik bof. Mijn man die wordt het. Dus dat is helemaal mooi. En dan ga ik even naar uw man. Ja, maar dit is deze. Ik ga even tussendoor. U bent wel 65. Inderdaad. Bijna hoor. Bijna. Oh, bijna. Bijna, gelukkig wel. Gelukkig wel. Ja. En wat hebben we voor lekkers? Boterkoek. En hoe smaakt die? Supergoed. Echt onvoorstelbaar hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Ja? Ja, daarom. Ja, daarom. Toch wel een leuk feestje vandaag zo. Ja, hè? Zonder meer. Echt waar, zonder gekke gaat. Best wel leuk. Zonder dat hij het wist? Ja, zijn dochters hebben hem opgegeven. Mijn dochters hebben hem opgegeven. Dus. Maar ik hou niet van theater. Ik hou me liever op de achtergrond. Ze hoeven mij niet te zien. Echt niet. Zonder gekkigheid. Maar het is toch wel leuk. Gezellig. Nog even een keertje overdoen. Tuurlijk. Zonder meer. En straks nog een oranje zonnetje. Wat wil je nog meer? Ja, waarom? Dat kan niet missen. Kan niet missen. Het is te hopen. Eet lekker op. Ja, dank u wel. Oké. Ja, gefeliciteerd, zegt de eerste prijs. Ja, nou, dankjewel. Hoe lang heb je nou die taart gedaan? Ik heb hem woensdag gebakken en gisteren ben ik gaan versieren. Ja, daar gaat een paar uur in zitten. Want is alles eetbaar? Alles is eetbaar. Ik wil niet zeggen dat alles even lekker is, maar het is allemaal eetbaar. Vertel even aan ons, wat zit er nou in die taart? Ik heb hem gevuld met botercreme, verse aardbeien, dan wat chocola eroverheen en aardbeienjam.
Dit moet toch wel een beetje professioneel zijn, want een amateurtje met zo'n mooie taart. Nou, ik doe het als hobby, maar ook een beetje een opdracht voor mensen. Maar gewoon niet te veel, het is echt een hobby. Het moet ook niet te druk worden, het moet leuk blijven. Wint u vaker prijzen met taarten? Nou, dat is de eerste keer dat ik meedoe. Oh. Maar er zijn nog mensen die nog veel mooiere taarten kunnen maken. Ja. Liefhebster ook van koek en snoep? Ja, dat wel. Maar mijn eigen taart eet ik nooit, want die vind ik nooit zo lekker. Dan proeft u ze niet vooraf? Ja, dat kan toch niet? Je kan toch geen taart afgeven? Nee, maar met de ingrediënten, wat je erin doet? Ja, maar dat is allemaal standaard. Maar ik ben zelf niet zo'n fan van marsepein en dat soort dingen. Dus ja, dan... Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja, we zijn nu aangeland op de vrijdag bij de beddenrace. Weer zo'n spectaculair onderdeel van die reis met zijn feestweek. En die beddenrace is heel leuk. De een ligt, de ander duwt. Maar degene die ligt moet dus ook sturen. Parcours omheen en wat? We gaan zo. Wie het snelst rijdt, ja, die is de winnaar. Ik wil een applaus voor de bedboys voor hun eigen bed. Dat vind ik heel belangrijk. Wie gaat dit winnen? Het is helemaal op en het zijn de bedboys. En dan denk ik, die gaat gelijk de pitstraat binnen en die denkt, hoppa, eruit. Net die gered. Nou, net niet, jammer. Ja, waar ligt het nou aan? Ja, ik denk dat de persoon achter niet zo hard gelopen heeft. Nee, ja, doe je oog even dicht. Ook dat? Ja. Maar wel open doen bij de bochten. Dat is belangrijk. Ik ga even naar Erwin. Hoe ging het van tegen? Heel erg tegen. Ik ben dood. Waar ligt het nou aan? Heb je geen goede conditie dan? Dat is het, aan het eind van de week. Dus het is over. Oh, nou, dan heb je nog een toptijd gemaakt. Ja. Heren, Jantje, zijn jullie klaar voor? Er wordt geknikt. Het rallyteam is jullie klaar voor. 3, 2, 1. En daar gaan we dan. Twee rondes. En wie gaat deze race weer winnen? En wie gaat er als eerste overheen? Dat zijn de Jantjes die trekken over het eerste streepje. You say you like candy, but stick with me. Some sugar up my sleeve, you like money. Place your bets on me, these odds are going crazy. Don't be afraid of the big bad wolf, he's just a sheep underneath those teeth. Don't be afraid of the wicked witch, she ain't so bad, she ain't no bitch. I said, ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, 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 it's a wicked world. La, 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 ladies. Nou, ik zit hier op het bed van de Bad Boys. Jullie hebben wel een onwijs gaaf bed, zeg. Zelf gemaakt? Ja. Vertel even, waar bestaat het bed uit? Nou, uit de frame van een fiets hebben we het doormidden gezaagd. Die hebben we als versteviging gemaakt hier achter. En voorop een soort van skelter frame hebben we eraan gelast. Hoe lang heb je erover gedaan? Nou, bijna 2 weken. En achter jou, wat is dit? Dat is een ding om drankjes in te doen. Maar daar komt het volgens mij helemaal niet van. Nee. Ik ga even naar je buurman. Jullie hebben net al een race gereden. Viel het mee? Nou, het was wel heel zwaar. Heb je geoefend? Ja, een paar keer wel. Waar dan? Bij de videotheek voor daar in Rijsburg. Okay. Volgens mij had je een aardige tijd neergezet, hè? Ja, dat wel. Heb jij gereden of heb jij gelegen? Nou, allebei. Dat is het truc, dat is de techniek, hè? De een ligt halverwege wisselen, maar dat is volgens mij heel moeilijk. Ja, vermoeiend, hè? Vermoeiend. Ja. Nou, Jannen, dat is liggend die finale bereiken. Lekker makkelijk. Ja, nou, ik heb gezegd dat als je nou slapende prijs kan winnen, dat is niet zo verkeerd natuurlijk. Wisselde jullie even met je zoon? Ja, omdat hij bij het hart kan lopen als ik. Maar jij eigenlijk net zo hard als hij? Ja, want vroeger kon ik wel net zo hard gaan, maar nu niet meer. Maar de stuurmanskunst is ook moeilijk. Ja, dat is ontzettend moeilijk. Je moet goed door de bocht heen liggen om het bij te houden. Heb je geoefend? Nee. Het kwam eigenlijk zomaar in ons op. Mijn vader zei, ah joh, ik ga wel leggen. Dan mag jij rennen. Maar ja, ik denk één keertje, maar ja. Niet te denken dat we de finale zouden bereiken. Ja, hij moet leggen en jij kan lopen. Ja. Nou, die finale, wat wordt het? Geen idee, ik ben op, maar we zullen het zien. Nou dames, jullie zitten in die finale geweldig. Ja, nou, hadden we niet verwacht. Maar ben je echt wel blij, want dan moet je weer een keer. Nou, dat is iets jammer, maar we gaan ervoor. Jullie moeten het opnemen tegen de Jannen, geduchte tegenstander. Ja, we zijn er al. Kijk, dat zijn de Jannen. Oh, ja. Ja, die hebben we gezien. De eerste ronde waren ze echt goed. Nou heb ik ze niet meer gezien, maar ze waren echt goed. Is jullie tactiek? Wisselen op de helft, anders redden we het niet. We gaan de finale draaien.
finale 2010 pennenrace. Wie gaat dit winnen? De floppers, floppers of floppen ze niet? De jantjes. Twee rondes. 3, 2, 1. Daar gaat hij. Snel, ga op. Nou ben ik nog wel nieuwsgierig wat dat gaat doen. Wie loopt de jantjes? 3 meter, 4 meter voor. Wat gaat dit worden? De jantjes. Ja, de jantjes liggen uit de rond 10 meter voor. Er gaat gewisseld worden bij de dames. Hoe gaat die wissel? Die wissel die gaat goed. Die gaat goed. Dat is er weer een verse kracht. Die gaat hem worden. Juist, daar gaat het om. Aanmoedigen. Dat is het. En dan gaan ze over de zijlijn mee. De jantjes winnen het. Maar ik wil een applaus voor deze dames. Ik wil een applaus voor deze dames. Ze hebben het toch ja, geweldig, Jannen. Gewonnen. Ik ben helemaal kapot. Ah, je gaat toch weg? En jij dan? Ken hem op. Ik heb echt bewondering voor hem. Je bent wel apetrots op die zoon. Ja, dat ben ik zeker. En wat ga je ook eigenlijk winnen dan? Meestal zeggen ze wel eens, oudjes moeten eerst op, maar kijk hem leggen. Hij is er grijs van geworden vandaag. Anders had ik het niet gedaan als ik moest gaan lopen. Nee. Nou, een mooie beker gewonnen. Ja. Nou, dat zeker. Dan ben we wel trots op vader en zoon een beker. Zo, geweldig. Oh, volgend jaar weer. Nummer 1, 2010, Pennenrace, de Jantjes. Ja, en na die Pennenrace, tijd voor de levende stoelendans. Geen stoel te bekennen, een kring. En je pakt je mannetje of je vrouwtje vast en heb je iedereen, heb je geluk, want dan mag je blijven staan. Leon zou volgens mij mee gaan doen, maar daar is hij weer. Wat een sfeertje, hè? Oh. Ja, het is ontzettend leuk. Nou, het was een leuk sfeertje. Maar dat is de bedoeling van stoelendans. De muziek stopt en dan moeten ze iemand opzoeken. Ja, ik heb geregeld dat jij straks met de volwassenen mee mag doen. Jij regelt ook van alles ook, ja, hè? Ik vind het wel. Ik heb voor jou meegedaan, je krijgt een petje op en je gaat lekker in de kring staan en ze pakken je vanzelf al mee. Nou, komt goed. Komt helemaal goed, hè? Heb jij nog met Better Race meegedaan? Nee. Dat weer niet. Maar misschien volgend jaar wel, zullen we dan een RTV-team op de been brengen? Leuk. Dan ga ik leggen, hè? Ik ga leggen en dan moet er iemand me douwen. Dat komt vast wel goed. Volgens mij hebben we daar heel veel mensen voor die jou willen douwen. Wie wil me volgend jaar douwen? Inschrijven, mailen. Is het een oproep? Ja, is het een oproep. Okay. Dat gaat helemaal goed komen. Ik ga even kijken naar de jeugd nu. Zie ik jou morgen nog? Ik wil morgenochtend even naar het Oesgeese Kanaal voor het waterspektakel. Is ook leuk. Neem je zwembroek mee. Want? Nou, dan kun je meedoen. Makkelijk water over het kanaal. Doe volgend jaar. Als jij in bed ligt, dan duik ik het kanaal in. Oké, ik wens je veel plezier. Ik zie je morgen. Doei. We staan hier bij het stoelendansen en ik zie jou op die krukken. Dit is allemaal van het boeksprint lopen. Ja. Wat is er gebeurd? Weet je dat, ik viel bijna, dus ik wil op de kant springen. Ja, dat hebben we gezien, ja. Het sprong net naast mijn tros. En nu, wat is er aan de hand? Er zit een scheur in mijn voet, of zoiets. Echt waar? Ja. Dus gewoon een soort van gebroken? Ja. Dat is een flinke sprong geweest dan. Ja. En nu zit hij ook in het gips, of niet? Ja. Lekker. Ja, het gips is al gebroken. Hij heeft een breuk in zijn voet en het gips is gebroken. Ben je zo onvoorzichtig? Ja. Nou, dat blijkt maar weer. En nu, hoe lang blijft het zitten? Volgende week woensdag. Oké, dus je eerste week school zit je in het gips? Ja. Lekker. Ja. Doet nog zeer? Nee. Oké, maar voor jou even geen boekspriet lopen meer, denk ik. Of volgend jaar wel? Ja. Nou, succes. We houden je in de gaten. Ja. De volwassenen, kom eens even mee. En die krijgen allemaal petjes. Ik ga even vragen wat het nou allemaal precies inhoudt hier. Ja, Arie weet het wel, maar Arie staat de speaker. Ik ga het gewoon hier even vragen. Wat gaat nou precies de bedoeling zijn met die petjes? Die petjes? Ja.
Nou, die petjes die gaan de dames en de heren opzetten. Alle twee verschillend. En op een gegeven ogenblik gaan de petjes gaan af. Maar jongens, laat het even gebeuren. Het wordt superleuk. Die meneer daar die snapt de regels veel beter. Ja, vandaar dat hij die microfoon heeft. Ik mag ze alleen maar uitdelen. Okay. Maar we gaan even een paar heren opzoeken. Die gaan we even van de tribune halen. Ja, succes. Want we geven dat natuurlijk niet zomaar even op, hè? Uiteraard niet. Dat snap ik helemaal. We staan er al vier. Heren. Arie. Die heren zijn nooit zo enthousiast. Nee, maar die ook lekker mee. Ik ga je fietsen gewoon aan de kant zetten. Gewoon lekker mee doen. Want jij was ook niet zo enthousiast. Dus ik zou zeggen, kom er even. Zo jammer dit. Wim, gezellig dat je mij doet. Ja, die groep dames is dus inderdaad bijna compleet. Ik ga het gewoon eens even vragen. Hallo. Goeiedag. Ja, je staat hier met zo'n pet op, dus je gaat meedoen. Ja, ik ben gedwongen. Oh ja, ik ook. Peter Westra. Oké. Ik krijg in één keer zo'n pet op. Ja, nou ja, ik dus ook. Maar wat is het nou dat die dames... Want de meesten zijn volgens mij vrijwillig, want die stonden er al heel snel, die grote groep. Ja. En de heren zijn er nou net team. Waar zit dat verschil in dan? Geen idee. Ja, ik kom net aan. Ik heb mijn zoontje bij me. Ik dacht dat het een goed excuus was om niet mee te doen, maar ik moest. Dus je staat echt net op plein, niet staat al hier. Ja, maar er zijn dus meer vrouwen als mannen. Dus ja, er is toch... Drempelvrees is groter voor de heren, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Misschien moeten ze mijn man maar even gaan halen daar. Achterin. Die staat bij de bieren. Daar komt hij nooit vandaan. Ik ga even vragen of er ook vrijwilligers zijn. Ja, dat is goed. Oké. Wil je zelf meedoen of ben je gedwongen? Ik ben gedwongen. Dat zijn hier allemaal gedwongen vrouwen. Wie doet er vrijwillig mee? Ah, deze mevrouw doet vrijwillig mee. We gaan gewoon mee, dus gewoon gezellig. Gewoon leuk. Ja, ik doe het voor eerst. Oh, gewoon lekker. Gewoon even mee. Ik woon pas in Rijnsburg, dus ik doe het gewoon mee. Kijk, dat is gewoon inderdaad gewoon de insteek. Gewoon meedoen en gezellig. Is dit ook uw eerste feestweek in Rijnsburg? Nee, dit is de derde keer. Oké. En tot nu toe, bevalt het? Ja, prima. Ik heb 42 jaar in Valkenburg gewoond, dus ik heb altijd de paardenmarkt meegemaakt. Dus het was ook gezellig. En dit is ook gezellig. Oké. Dus, nou, misschien, ik zie je straks wel in het rondje, want ik doe ook mee. Ja, nou, dus dan kom ik elkaar een beetje tegen. Ja, precies. Ik steek wel even door. Ik ga gewoon eerst. Ik kan mij het ook ik weet nog niet eens waar ik moet staan. Nee, ik ga gewoon niet. Er zijn minder dames, hè? Ja, ja, ja. Dus je hebt nooit één op één. Nee, dat is waar. Ja, dus ja. Dit is de hand, hè? Ja, dat is het idee, hè? We gaan er straks ook vijf uit. Ja! Ja hoor, ik heb er een. Ik ben hier. Ja, hier dan. Ja. Ja, wie ben jij? Bianca. Ik heb even Bianca nu, dus ik zit in de tweede ronde. Leuk. Vind je het spannend? Ja, heel spannend. Ja. Ben je vrijwillig hier of ben je gedwongen? Ja, wel een beetje gedwongen. Een beetje gedwongen? Ja. Oké, okay. Nou ja. We moeten er vijf uit. Nee, we maken er wel van, toch? Oké, okay. Ja, ja, toch. Is gezellig toch? Zeker weten. Vind ik ook, ja. Simone. Hoi. Sta je hier vrijwillig of niet? Nee. Je bent gedwongen? Ja. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Dat is toch wel leuk, toch? Ja, joh, is gezellig. Ja, vind ik ook gewoon meedoen. Toppie. Heel traag hier. Hele trage mannen. Ja, het dus gaat langzaam. Het gaat langzaam. Wat leuk hier. Ben ik weer, leuk. Open. Doe het lang dit. Donesse. Open jongens. Ja, we gaan de jullie hebben het warm, wij gaan heel langzaam. Niet te geloven. Dit gaat nog wel niet worden. Het is een nieuw rondje geweest dit. Was het om met botten overwijzen? Ja. Ja. Hey, jij bent?
Arianne. Ik heb Arianne nu. Ja, dus. Gezellig. Ja, heel gezellig. Ja. Ja, sta je hier vrijwillig? Niet geheel, maar wel leuk. Oké. Okay. Valt mee. Ja, dit is toch leuk. Dat is echt leuk. Volgend jaar gewoon spontaan wel meedoen, ja, ook. Ik doe mee. Ja, ik doe mee. Oké, okay, ja. Hoe lang gaat dit duren? Ik heb geen idee. Ik wil ook nog wel lopen. Ja, jullie gaan straks in de buitenkant. Ja, maar misschien ben ik er dan wel uit. Maar ik vind... Nee, maar volgens mij gaat iedereen dan toch omwisselen hier aan de binnenkant. Oh, wij moeten naar buiten. Oh, nou, succes. Jij niet? Oh, ja, oh, nou. Oh. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Daar zijn we weer in een heerlijk zonnetje. Nou, we betreffen het wel deze week, hè? Oh, zalig. En dan zo vroeg. Ja, het is een beetje... Ja. Ik heb gisteren een beetje te laat gemaakt op een verjaardag. Nee, op een verjaardag. Ja. Maar even terug, jij was bij de stoelendans. Was ik ook, ja, was en, leuk. En hoe ver heb jij het gebracht? Nou, ik was er op een gegeven moment de eerste ronde, hè. Dan lopen de heren om de dames heen. Ja? Ik geloof wel dat ik 5 keer wel op tijd was. En op een gegeven moment, ja. Oh, jij moest lopen? Ik liep, ja. Oh, ja, jij liep? Ja, oh. Ik pakte de dames. Ik heb, Bianca. Ik doe allerlei, ja. Je kon ze tegen, was leuk. Was leuk. Ja. Nou, vandaag de allerlaatste dag van de Rijsbosse Feestweek. Ja. Waterspektakel. Waterspektakel, ja. En dan vandaag dat bloemenkorsen. Maar uiteraard. Dit is ook wel erg leuk, ja, hè? Nou, er zijn nu al heel veel kinderen. Dat valt me wel op. Ja, maar dat ligt ook aan het weer. Want als het nou regent en koud is, dan heb je ze niet, hoor. Nee, maar het is wel waterspektakel. Ja, dan wel. Maar het is toch hartstikke leuk. Ja. Dus, allemaal leuke kussens met allerlei spellen. Nou, we gaan gewoon een beetje rondkijken. We gaan rondkijken. En in dit zonnetje is het ook helemaal niet erg. Ik vind het helemaal geen straf. Zullen we daarheen gaan? Ja, we gaan daarheen. Okay. Said you were leaving, the way you cried as you turned to walk away. The cruel words and the false accusations, the mean looks and the same old frustrations. I never thought that we'd throw it all away, but we threw it all away. Jij hebt dat vast van vaker gedaan. Nee, echt niet, want het is de kunst om je evenwicht te houden. Ja. Vind je het moeilijk? Nee, niet echt. Nee. Ja. Wat ben je hier allemaal aan het doen? Nou, ik klim omhoog om van de glijbaan af te gaan. En dat was het kanaal in? Ja, het was het kanaal in. Is dat niet vies? Nou, nee, nu niet. Hoe warm is het water? Nou, niet zo heel erg koud. Maar je staat een heel klein beetje te bibberen volgens mij. Nee, niet. Kom maar mee. Als je eenmaal gewend bent. Nou. Als je eenmaal gewend bent, ja, niet. Ja, oké, als je door bent dan. Hey, maar het is hier echt hier gewoon touw omhoog en vanaf daar is de glijbaan naar beneden? Ja. Oké. Okay. Nou, succes. Ja, bedankt. Je kan ook blijven staan, dan kan hij mee pakken. Dan, hè? Dit was hem dan. Gezellige week. Ik vond het een hele gezellige week. Lekker weer, leuke evenementen, gezellige mensen. We hebben onwijs leuke dingen gedaan. Het was een feestje hier. Ja. Maar zit erop. Een hele week feestweek. Een week feestweek. Oh. Even rust. Nu over 2 weken najaarsfeest kan ik aan de Rijn. Zijn we natuurlijk ook weer bij. Uiteraard. Maar. Voor Rijnsburg zit het erop. Voor Rijnsburgse feestweek zeggen wij... Tot volgend jaar! Tot volgend jaar. Tot morgen. Schouder aan schouder staan.